In het Stedelijk Museum is nog tot 2 september de tentoonstelling Edgar Tijdgat Vlaamse Meester te zien. De Vlaamse kunstenaar Edgar Tijdgat bouwt in zijn schilderijen een wereld vol fantasie, absurditeit en humor. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn persoonlijk leven met zijn vrouw Maria als muze. Met frivole schilderijen en werk over de bitterzoete kant van leven. De grootste tentoonstelling ooit in Nederland, dus nog tot en met zondag 2 september in het Stedelijk Museum Schiedam. Zaterdag kan je weer heerlijk struinen langs de kramen van de gezellige Luikse Markt in de historische binnenstad van Schiedam. Shoppen in een decor met de grootste molens van de wereld en monumentale gebouwen kun je alleen in het karakteristieke Schiedam. Heerlijk ontspannen je weekend beginnen. Zaterdag 25 augustus is de laatste keer dat je relaxed mediatief kunt bewegen in het groene gras. op De muziek van de vogeltjes in het Beatrixpark Schiedam. Kijong bevordert je geestelijke en lichamelijk welzijn. En het is heerlijk om te doen. Op zaterdag organiseert Stichting JNS Projecten... in samenwerking met DOC, een stichting voor Sweet Social... een karaoke voor jong en oud... met een gezellige seniorenterras op het Wilhelminaplein Schiedam-Zuid. Het feest duurt van 2 uur tot 7 uur. Er is ook een open podium. Diverse artiesten treden daar voor u op. Onder andere Bob Mustang. Met karaoke, Oud-Hollandse spelletjes... springkussen, popcorn, poffertjes... Dus kom zaterdagmiddag allemaal naar het Wilhelminaplein. Maandag kun je lekker chillen in de knusse poppenbibliotheek op het sportpark Willem-Alexander. Gezellig in een tentje zitten lezen met een paar kussens... of relaxed met je vrienden op een van de twee lounge luchtbedden. Dus wil je maandag lekker lezen? Kom dan naar het sportpark Willem-Alexander. De zomertijdmachine van de bibliotheek gaat maandag terug naar de tijd van Leonardo da Vinci... Die leefde van 1452 tot 1519. Maandag 20 augustus maak je kennis met hem. Hij was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Ook tekende Leonardo da Vinci als geen ander de details van het menselijk lichaam. Tijdens deze workshop ga je tekenen zoals Leonardo dat deed. Je begint met het oog. En vervolgens een reis langs het menselijk lichaam. Hoe ziet jouw mensen er uiteindelijk uit? Kim van Elende, Lende, kunstdocenten, geeft een leuke, gekke en creatieve workshop voor de kinderen vanaf 6 jaar. De toegang is gratis, maar wel vooraf aanmelden. Maandag start alweer de laatste week van het Kidsbouwdorp bij Sportpark Willem Alexander. Timmeren, zagen en bouwen, gezellig met je vriendjes en vriendinnetjes of gewoon alleen. Het thema is deze laatste week: Bouw je eigen museum. Welke waardevolle kunstwerken hangen er in jullie museum? Donderdag is de laatste feestelijke afsluiting. En natuurlijk met pannenkoeken. Dinsdag. Van 1 tot half 5. Vakantieterras op het Van Hofplein Schiedam. Dit keer met als thema circus. Trek je klankspak maar aan. De kosten zijn slechts 50 cent. Dinsdagmiddag dus het Hofplein Schiedam-Oost. Geniet van het zomeravond orgenconcert door Vincent de Vries. Organist uit Seoul. Op dinsdag 21 augustus op het Flintroporgel in de Grote of Sint-Janskerk. De kerk gaat open om half acht. De introductie van de organist start om acht uur. De Grote of Sint-Janskerk is het oudste gebouw van Schiedam. Vanaf het begin was het een gebouw van en voor alle Schiedammers. In de kerk vinden regelmatig tal van evenementen plaats, zoals concerten, grote diners en feesten, maar ook filmprojecties, trouwerijen en gemeentelijke bijeenkomsten. De grootste molens ter wereld staan in Schiedam. Tot en met 19 december kun je iedere woensdag van alles te weten komen over deze molens. Loop ook eens mee met de Grand Molen Tour. De Grand Molen Tour wandeling gaat langs zes molens in de historische binnenstad van Schiedam en je bezoekt vier molens, waaronder museummolen De Walvis. De start van de route is bij Molen De Palmboom. Na een bezoek aan de molen loop je vervolgens met dezelfde enthousiaste gids een leuke route van ongeveer 75 minuten langs zes van de zeven hoogste molens ter wereld. Vrijdag in het Biblioscoop in de Korenbeurs, Pieter Konijn. De strijd tussen Pieter Konijn en meneer Verhoef om de moestuin loopt ontzettend uit de hand. Tegelijkertijd proberen ze allebei in de smaak te vallen bij hun lieve buurvrouw Bea. Ze is gek op dieren, terwijl meneer Verhoef juist een hekel heeft aan het ongedierte dat zijn tuin probeert te verwoesten. Pieter Konijn is de verfilming van Beatrix Potters tijdloze verhaal over de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn. Deze film is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Dus kom vrijdag naar de bibliotheek in Schiedam.